Daar ga je naartoe, is en de titel aan het einde gaan van de titel. Ja, weet je dan, daar ga je naartoe. Waar zijn jullie begonnen met voetballen? Ik ben begonnen met voetbal in Colombia, in de school van mijn papa. Ah, en jullie hebben weet je dan, heel wat prijs werd. Welke was eigenlijk voor jullie de beste? Ja, het is moeilijk om te zeggen, want we hebben al met een aantal trainers gewerkt en elke trainer heeft wel zijn kwaliteiten en zijn specifieke kenmerken. Dus het is moeilijk om met één naam te noemen natuurlijk, omdat je van elke trainer wel iets opsteekt. En hoe ging je daarmee bezig? Zie je voor het wat gedaan zijn, tot wel wat meer? Ja, dat is heel goed. Ze zijn de wedstrijd bij Kleren Vrienden tegen Gelijk, dat is goed om te schermen. En dan wordt er eigenlijk kampioen van ze. Voor het moment zou iedereen Anderlecht zijn natuurlijk. Die hebben een heel mooie wedstrijd gespeeld tegen Standaard. Maar het seizoen is nog niet gedaan uiteraard. Dus, wat willen jullie nog bereiken met deze? Deze seizoen? Of over heel jullie carrière bij Leverkusen? We moeten nog een beker winnen, denk ik. En probeer zo snel mogelijk de top 5 aan te sluiten. Daniel, jij hebt ook nog bij Ajax gezeten. Heb je daar eigenlijk veel bij geleerd? Ja, natuurlijk. Ik heb heel veel bij basic gereden. En Ajax is heel veel sport. Hebben jullie eigenlijk een idee van hoe lang jullie nog bij Beerschot zullen zijn? Ik speel nu al, het is nu mijn achtste seizoen hier bij Beerschot. Dus het is al een hele poos en ik heb nog 2 jaar contract. En dan zien we wel. Dus, maar het is een leuke club om voor te spelen. Dus als het mogelijk is, zou ik hier graag nog langer blijven, maar dat zien we dan. Maar Tolman en Lozano zijn eigenlijk vrienden van jullie. Ja, natuurlijk. Ze zijn nog steeds vrienden. Ik heb regelmatig contact met Lozano. En er is eigenlijk een spijt van dat Lozano en Tolman toch die stap voor Europa gezet. En dat jij toch niet nog hier zit. Nee, omdat ik heb gekozen om hier te blijven. De jongens zijn nu in Europa. Ze willen alles van proeven. Nee, ik ben heel blij voor Marseille. Minder voor Beerschot dan dat zij heeft goede spelers, maar zo gaat het goed voor. En hebben jullie nog andere vrienden binnen het voetbal? Ja, natuurlijk, ja. En bij andere clubs? Ja, we spreken tegen de jongen die Spaans praat. Contact. Ja. En als jullie toch naar een andere club zouden, welke zou dat zijn? Wat is jullie favoriete club? Ja, gisteren was het. Gisteren was het. Favoriete club was altijd al Barcelona geweest. Maar dat is wel in de iets te hoog gegrepen. Maar het is natuurlijk een fantastische club. Het is mooi om die club bezig te zien en om die te volgen. Maar of ik daar ooit zelf zal spelen, daar vrees ik voor. Alles is mogelijk. Gaan die niet doen als klein jongen? Dan een vrouw die een pas kunnen krijgen. Ik was altijd fan van Maldini. Ook een grote voetbal. Ik zag die traasje, die wordt de laatste tijd ook veel in twijfel getrokken. Wat vinden jullie daar dan vanaf het moment? Maar ze moeten naar de skyscraper met Roos. Als ze proberen de weg te doen, is het gaaf van dat je vrouwen kust. Ja, oké. Iedereen is er van bewust dat dat een moeilijke taak is als scheidsrechter. Maar oké. Het is wel soms frustrerend dat het resultaat bepaald wordt door een verkeerde beslissing. Maar de laatste tijd is het wel erg waardoor die mensen meer onder druk komen en misschien nog meer foutjes beginnen te maken. En dat wordt dan enorm op gefocust. Ook door beeldmateriaal en dergelijke. En daarom moet het misschien overwogen worden om wat meer technische middelen te gebruiken, zoals beeldmateriaal, om die fouten te vermijden. Je hebt ook nog bij Leeds gezeten, wat er eigenlijk een misstap, of niet? Ja. Ja? Heb je daar nog wat spijt van? Of? Wat is er daar eigenlijk misgelopen? Ja, alles van die dag 1, veel problemen. Maar gelukkig was alleen maar voor 6 maanden. Ik ben daar voor ons uit Colombia en dan heb je de last met 2 uur. Van die wel heeft toch meestal slecht weer. Ja, altijd. Ik ga niet van. Eet er ook zo'n vuile. Ja, toch.
De laatste vraag. Hoeveel eindigen jullie dit seizoen? Ik hoop dat wij nog 7e, 8e kunnen eindigen. Ik denk gezien ons parcours tot nu toe is dat nog altijd mogelijk. Maar dat wordt wel nog hard werken. Dus. Maar nu de komende 3 matchen moeten wij nog proberen heel wat punten te halen. En dan komen er 2 topwedstrijden en dat zien we wel. Maar ik denk dat het dan nog mogelijk is om rond die 7e, 8e plaats te kunnen. Oké, bedankt Daniel. Ciao.